zijn eerst uitgebreid gaan onderzoeken in de markt of de smaak aansluit bij wat de Surinamer wil. En daarna, toen we zeiden ja, dit is iets wat we kunnen gaan doen, moesten we een heel investeringsproject gaan opzetten. We moesten de brouwerij aanpassen, de blikken gaan maken, de hele commercial gaan maken. Dus in totaal zijn we wel bijna 1,5 jaar bezig geweest. Het is radler, een mix van parbo-bier met natuurlijk limoensap. Dit is een hele verfrissende mix die niet alleen voor biermomenten is, maar ook voor momenten waarop je niet direct bier zou drinken. Bijvoorbeeld met eten of tijdens de lunch, als je dorst hebt of na het sporten. Of wanneer dan ook, is het gewoon heeft een lekker verfrissende smaak. Niet te zoet, niet te bitter. Perfect! Wij hebben dus intern reeds een launch gehad met onze eigen mensen, de werknemers. We hebben de persconferentie gehad vandaag. Maar nog belangrijker is dat wij op 27 februari op een Surinaamse manier dit nieuw Surinaams product Parbo Radler zullen introduceren. Ik vind Parbo Radler heerlijk en ik heb het gisteren ook aan meerdere mensen laten proeven. En de reacties zijn tot nu toe heel positief, dus dat geeft veel vertrouwen. Yeah!